De tweede stelling luidt als volgt. De gemeente moet veel meer investeren in culturele instanties en evenementen. De gemeente Zoetermeer vindt het belangrijk dat er een bloeiend cultureel leven in de stad is. De stad moet bruisen. Voorbeeld daarvan is het evenement Zoetermeer Culinair, maar ook activiteiten voor amateurkunstbeoefenaars. De vraag is of er gemeenschapsgeld naar deze activiteiten moet, of dat in deze economisch moeilijke tijden het niet naar andere doelen moet, zoals de ouderenzorg, de veiligheid op straat. Dat is altijd goed. Zeker in sport en cultuur. En ja, dat is toch wel heel erg belangrijk in de stad. Ja, dat mag wel. Ja. Waarom? Nou, gewoon om het een beetje bruisender te houden hier zo. Ja, maar dat doen ze al, vind ik. Je hebt zomaar evenementen. De hele zomer hebben ze alles en alles te doen. Op de plassen, toneelvoorstellingen en altijd muziek. En heel vaak in het weekend is het volop muziek. Daar doen ze wel heel veel aan, vind ik. En dat vind ik heel goed. Ik denk dat ze dat wel genoeg doen. Het idee heb ik ook wel, dat ze daar al veel aan tijd aan besteden. Ja. Ja, ik hou me niet echt met cultuur bezig. Ik studeer nog, dus daar hou ik me niet mee bezig. Goed, de stelling is, de gemeente moet veel meer investeren in culturele instanties en evenementen. En ik ben benieuwd wat u er hier in de zaal van vindt. Bent u het eens of oneens met deze stelling? Laat het maar zien. Ja, we hebben weer een heel verdeeld beeld. Wat moet ik hier nu van maken? Ja, er zit zelfs iemand met 3 kaarten, 2 kaarten omhoog. Nou, ik zeg half-half. We gaan erover debatteren, dames en heren. Ik stel u voor, Marijke van der Meer van Zo Zoetermeer. Daar zit ze. Geef haar een hartelijk applaus, alstublieft. Ton Lammerting van Trots. Jacobien Groeneveld van GroenLinks. En Mark Rozier van de VVD. Mevrouw van der Meer, ik begin bij u. 45 seconden om uit te leggen waarom u tegen deze stelling bent. Ga nu in. Zo Zoetermeer heeft geknokt voor het behoud van dit theater, voor het CKC. Voor de mensen, de gebruikers van het Quadranttheater die bijna door het college op straat waren gezet. We hebben keihard gevochten tegen het stadsvorm om ervoor te zorgen dat voor de bestaande organisaties genoeg geld overbleef. We hebben via een motie geregeld dat het bevrijdingsfestival, culinair Zoetermeer, cultuurlokaal zijn gebleven. En we willen heel graag serious requests hier naartoe halen. Maar voor meer cultuur hebben we op dit moment niet veel meer geld, want veiligheid, zorg en werk, die moeten vooraan staan. Dank u wel. Ton Lammerting van Trots. Oneens met deze stelling. Waarom? 45 seconden. Oneens met deze stelling. Uiteraard is cultuur absoluut belangrijk. Je moet alleen kijken van de afgelopen jaren van hoeveel geld wordt gepompt in cultuur. En onze stelling is dat we gewoon het verhaal meer doelmatig moeten brengen. En meer inderdaad op de vloer krijgen. Het is te gek voor woorden dat op een gegeven moment in primetime een CKC gewoon dicht is. En dat is gewoon te gek voor woorden. Dus dat betekent dat er gaat voldoende geld naartoe. Het moet alleen op een andere manier moet het besteed worden. Dus meer cultureel ondernemerschap. Glashelder, Ton Lammerting van Trots. Hartelijk dank. Jacobien Groeneveld van GroenLinks. 45 seconden om uit te leggen waarom u het eens bent met deze stelling. In Zoetermeer kunnen we de economische crisis niet met elkaar oplossen. En we kunnen er ook niet voor zorgen dat de huizen die mensen nu niet kunnen verkopen ineens wel sneller verkocht worden. Maar wat we wel kunnen doen met elkaar in Zoetermeer is ze investeren in de stad. En Gerard Marlet van Atlas voor Gemeenten heeft het heel duidelijk aangegeven. De enige manier of de beste manier om te investeren in een stad is door kunst en cultuur. Om daarin te investeren. Voor GroenLinks is kunst en cultuur dan ook een investering die zichzelf terugbetaalt. Mensen vinden het fijn om in de stad te wonen. Mensen komen daar, ondernemers hebben er zin in om te gaan ondernemen. Door kunst en cultuur geef je je stad veel meer cachet. En een derde stad als Zoetermeer, dus de derde stad van Zuid-Holland, hebben we zo'n karig cultuur- en kunstaanbod dat wat GroenLinks betreft in de crisistijd de kunst niet mag verschralen. Jacobien Groeneveld van GroenLinks, hartelijk dank. En dan 45 seconden voor Mark Rozier van de VVD. De VVD Zoetermeer heeft zich de afgelopen jaren altijd hard gemaakt voor veiligheid, maar ook voor ondernemen. En dat is waar we het hier volgens mij over moeten hebben. Nee, wij willen niet dat er nog meer subsidie naar de culturele instellingen gaan. Want wat ons betreft kunnen die ervoor zorgen, bijvoorbeeld via crowdfunding of andere manieren, dat ze wel meer inkomsten krijgen.
stelling gaat ook over evenementen. En wat ons betreft kan dat nog wel beter. Bijvoorbeeld door het vergunningstraject voor evenementen te verbeteren. Maar ook door ervoor te zorgen dat je in je stad voldoende locaties hebt om die evenementen te houden. Dus nee, niet nog meer subsidie naar die culturele instellingen. Maar evenementen inderdaad, wat we kunnen doen, moeten we doen. Mark Rogier van de VVD, hartelijk dank. Mevrouw Groeneveld, kunt u eens uitleggen waar u dat geld, dat extra geld, wat zeker nodig is volgens u, vandaan gaat halen? Jazeker. Wij zien kunst en cultuur niet als een losstaand iets, maar wij zien dat dus als een onderdeel van de hele stad. Dus je hebt bijvoorbeeld het, ik wil het niet al te technisch maken met potjes. Nou, gewoon waar het geld vandaan moet komen. Maar we hebben nu een programma wat over economie gaat. Er gaat miljoenen, wordt daarin gepompt. Nou, wij zien dat ook als iets wat je in kunst en cultuur kunt pompen. Wat ons betreft... Nee, maar betreft, er gaan helemaal geen miljoenen. Dat geld komt weer terug. Dus door mensen die in deze stad willen wonen, die er geld gaan uitgeven, die hier een huis gaan kopen, die ondernemers krijgen zin om in deze stad te komen. Want anders gaat iedereen s'avonds naar Leiden, Utrecht, Den Haag op andere steden. Dus je wil de mensen hier in Zoetermeer dus houden. Pomp geld in kunst en cultuur, ja. Dat ga je geld van maken. Mevrouw van der Meer. Ja, het budget voor economische zaken is het alle piepkleinste budgetje wat we hebben. Daar kunt u dit allemaal helemaal niet van betalen. We hebben dadelijk gewoon niet genoeg geld. We hebben geld nodig vanwege al die bezuinigingen die op ons afkomen. We hebben straks huishoudelijke hulp waar we 40% minder voor krijgen. En we weten nog echt niet hoe we dat gaan oplossen. En dan gaan we op dit ogenblik niet meer geld uitgeven aan allerlei culturele instellingen. We willen graag heel graag overeind houden wat we hebben, waar de mensen van genieten, waar heel veel kinderen amateur dingen doen, et cetera. Maar we kunnen niet nog meer geldverspillers erbij gaan zetten. Geldverspillers? Ja, want als je gewoon kijkt wat er afgelopen jaren gebeurd is met dat stadsforum. Zelfs toen we al lang wisten dat het helemaal niet doorging, is er nog een architect voor aangenomen om het te tekenen. En wat hebben we nu? Niks, maar heel veel geld verspild. Mevrouw Groeneveld, dit gaat over geldverspilling. Zeg ja, daar maak ik echt ernstig bezwaar tegen. Ik vind kunst en cultuur geen geldverspillers. Het is iets waar heel veel mensen in deze stad heel veel waarde aan hechten. En dat maak ik echt bezwaar tegen dat geldverspillers heten. Dat is een van de VVD. Het gebeurt niet vaak, maar ik ben het met GroenLinks eens op dit punt. Oké, okay, dus geld. Kunst is belangrijk, maar nee, geen geld. Want wat hier weer totaal om gaat, is of de gemeente moet betalen of niet. Nee, dat hoeft niet. We hebben afgelopen jaar twee hele succesvolle voorbeelden gezien van crowdfunding. Dus dat mensen zelf gingen meebetalen aan culturele evenementen. Die zijn alle twee geslaagd. Dus er hoeft niet minder geld naar cultuur in totaal. Maar wat ons betreft moet de gemeente niet extra bij gaan dragen. Dat kan beter naar veiligheid of zorg voor ouderen of jongeren. Meneer Lampenvliet, we hadden het over evenementen. Evenementen zijn belangrijk. Evenementen absoluut kunnen gewoon zichzelf bedruipen of moet daar subsidie bij? Nou, ik denk zeker als je gaat kijken van we horen op straat dat de jongeren eigenlijk weinig te doen hebben. Je hoort wel dat er heel veel sport wordt gedaan in Zoetermeer. Maar eigenlijk toch voor de jongeren nog te weinig evenementen. En ik denk best wel dat je daar iets bij kan doen. Natuurlijk moet je wel zorgen dat ook de festivals zelf... Wat zouden jongeren dan willen, denkt u? Bijvoorbeeld een Rokkestein. Dat was best wel een leuk evenement. Natuurlijk heb je daar wel dan een probleem met handhaving. Of je kan inderdaad hele leuke evenementen gewoon doen in het buitenpark. Maar ik denk wel nog even aan mevrouw Groeneveld. Natuurlijk is cultuur belangrijk, maar ik denk het mag toch nooit een ongedekte cheque zijn die je afgeeft. En over 2 jaar op een gegeven moment hetzelfde bedrag er weer in gaat gooien. Ja, dat... En wat mevrouw van der Meer aan... Nou, mevrouw Groeneveld, mag even antwoorden op uw vraag. Dat is altijd zo makkelijk. Over kunst en cultuur wordt dat zo makkelijk gezegd. En ik heb het al eerder gezegd, het is ook investeren in mensen. Kunstenaars zijn ook ondernemers. Dus wat dat betreft is het helemaal niet zo gek. Ik ga eens even naar de zaal. Lot, want ik ben heel benieuwd wat de emoties zijn op de eerste twee rijen. Nou, daar heb ik ook even op zitten letten. Ik denk, er zitten hier veel mensen uit kunst en cultuur. Nou, u krijgt nogal wat naar uw hoofd. Geldverspilling. U moet eigenlijk meer ondernemerschap tonen. Maar ik kon niet echt op uw gezichten woede aflezen, maar misschien is dat toch anders. Even naar CKC, Ton Zandvoort. Misschien is dat de gewenning. Dat moest ik ook een beetje aan denken. Is dat zo? Is het gewenning geworden? Ik denk het wel, ja. Wat ik erg jammer vind, dat is dat cultuur zo af en toe het trapveldje van de gemeenteraad wordt. Ik denk dat het heel aardig zou zijn wanneer de gemeente, wanneer het gemeentebestuur naar cultuur gaat kijken vanuit het perspectief van de vrije tijd. Waarom wordt er niet op dezelfde manier gedebatteerd als over sport, over cultuur, bij de sport als over cultuur? Maar waarom, kunt u eens reageren op het feit dat er gezegd wordt, u moet meer ondernemerschap gaan tonen? U moet daar gewoon meer, met crowdfunding bijvoorbeeld. Ja, nou, dat hebben we ook gedaan. En als iemand zou durven beweren dat het CKC en ik niet onderneem, dan denk ik, nou kom eens
eens kijken. Kom eens lang. Wat doet u dan? Te zien. Nou, wij weten inderdaad hoe wij met crowdfunding geld aantrekken. Maar crowdfunding, zeg maar, het geld dat je met crowdfunding binnenhaalt, is zeg maar in omvang ten opzichte van wat er nodig is om het CQC te laten draaien, bescheiden. Maar dat neemt niet weg dat het zeg maar puur om de ondernemingszin in de organisatie te brengen erg belangrijk is dat je dat soort acties ook onderneemt. En dat je inderdaad crowdfunding uitprobeert voor die projecten die daar geschikt voor zijn. Ja, even verder naar de andere kant, naar het poppodium De Boerderij. Dan kom ik even zo over u heen hangen. Pardon, mag ik er even tussendoor? Wat voelt u zich aangesproken? Ik voel me niet aangesproken. Ik denk dat we wel eerst duidelijkheid moeten krijgen. De indruk wordt gewekt dat er heel veel geld omgaat in Zoetermeer als het gaat om cultuur. Is dat niet zo? Nee, het afgelopen jaar is er €60 per inwoner besteed aan cultuur. In Utrecht daarentegen 190. Daar wil ik niet naartoe. Dat is ook niet de bedoeling. Waar het mij om gaat, en ik ben al blij met de stelling, meer investeren, dat is dan beter als wat we vaak horen, minder investeren, vasthouden wat we hebben en wat we opgebouwd hebben en vooral niet afbreken. Maar dreigt dat te gebeuren hier in Zoetermeer? Wanneer er onvoldoende aandacht is en er te gemakkelijk gesproken wordt over crowdfunding, alsof het geld op straat ligt, dan dreigt dat te gebeuren. Er is geen wetgeving in Nederland die een gemeente vertelt wat er op cultuurgebied moet gebeuren. Dat zou wel goed zijn. Wat een verplichting zou moeten zijn voor gemeenten waar ze minimaal aan moeten voldoen als het gaat om instellingen en voorzieningen. Ja, want nog heel even hier op de voorste rij. Daar zit ook een dame en u wil bent van het filmhuis, Luus Veken, voorzitter van Cine Utopia. U wil eigenlijk, u heeft nog wel plannen, hè? Culturele plannen. Ja, wij willen heel graag een volwaardig filmhuis in Zoetermeer. En daar heeft u geld voor nodig? Daar hebben we geld voor nodig. Van de gemeente? Van de gemeente, dat klopt. Voor sommige voorzieningen, daar moet de gemeente gewoon voor zorgen om dat rond te krijgen. Anders krijg je de voorziening niet. En als je ziet dat... Maar is het dan wel, willen mensen het dan wel? Want daar wordt dan ook misschien heel gemakkelijk over gedaan. Van ja, anders krijgen wij het niet voor elkaar. Ja, misschien is er geen behoefte aan. Wij hebben eens per week een voorstelling, een filmvoorstelling. En daar hebben we gemiddeld 80 bezoekers. Dat is heel aanzienlijk. En ik ben ervan overtuigd dat we dat nog behoorlijk op kunnen schroeven. Dat er veel meer mogelijkheden zijn. En dat het een hele goede voorziening voor Zoetermeer zou zijn. Een volwaardig filmhuis. Ja. Dus even naar de directeur van het Stadstheater. Kom maar even tussendoor. Peter Voorbaak. Ja, wat ik hier mis is een duidelijk beleid. Kunst- en cultuurbeleid. Ja, het is duidelijk, niet meer geld er naartoe, volgens een aantal van deze partijen. Om dat te kunnen waarmaken, die keuzes, moet je wel een toetsingskader hebben op basis waarvan je die keuzes kan maken. Al jarenlang is hier geen kunstcultuurnota. En dat zie je ook, dan ontstaat er een trapveldje. Een nota? Wat hebben we nou aan een nota met z'n allen? Een nota, dat kan 3A4'tje zijn waarin duidelijk stelling wordt genomen van die keuzes, Stadstheater, ja of nee. Filmhuis, ja of nee. Wat willen we met het museum, ja of nee. Wat willen we met de bibliotheek, ja of nee. Er worden geen duidelijke keuzes door de politiek gemaakt, vindt u? Geen duidelijke keuzes worden door de politiek gemaakt. Waardoor wij een jojo worden, zeg maar, in de discussies. Zullen we even naar de politiek teruggaan? Ik neem hem even weer terug naar de politiek. Want ik zie hier allemaal mensen met hun handen in de lucht zitten. Is er eigenlijk van jullie 13e, is mevrouw Groeneveld de enige die voor meer geld is naar kunst en cultuur? Zij de enige? Nee. Tan ook nog. Oh, en hier ook nog. Meneer Bos van de ChristenUnie-SGP-combinatie twijfelt. Nou, er moet niet geïnvesteerd worden, maar gaat het hier om geld? Ja. Kijk, elk jaar gaan er miljoenen al in. Maar wat wij willen is dat er veel meer naar elkaar toe geïnvesteerd wordt. De samenwerking van de verschillende culturele instellingen. Sorry, even terug. Naar elkaar toe investeren. Leg dat even uit. Dat ze met elkaar gezamenlijk gaan bekijken van wat is aan behoefte in de stad. Wat kunnen we aanbieden? Wat wil het bedrijfsleven? Wat kunnen we met elkaar doen? Alle mensen die net geïnterviewd werden, hebben allemaal op zichzelf staande problemen. Maar ze worden niet integraal ook vanuit de sector benaderd. We lezen in de krant dat Terra gaat verbouwen. We lezen dat het Stadsmuseum ook gaat uitbreiden. We lezen dat, dan horen we dat CQC geld tekort komt. Dan komt het Stadstheater dat geld tekort komt. Het is allemaal hapsnap, ook vanuit de sector. En wij willen een cultuurmakelaar boven die partijen. En dan willen de partijen zelf ook nog steeds niet aan. Die gaat goed kijken hoe samengewerkt wordt. En dan hoeft het niet zo te zijn dat er meer geld wordt. Natuurlijk willen die cultuurinstellingen dat niet. Ja, maar dan... Alvast. Ja, het is... Ja, de microfoon moet even deze kant komen. Meneer moet even opstaan. Er wordt hier een beeld neergezet
gezet alsof kunst- en cultuurinstellingen niet samenwerken, alsof er geen geld uit de markt wordt gehaald. Maar dat gebeurt allemaal wel en desondanks hebben ze nog steeds subsidie nodig. En dat is de realiteit. En willen wij als Zoetermeer een slaapstad zijn of willen wij als Zoetermeer bruisen? Nee. Als wij willen bruisen, dan zullen we de bestaande culturele instellingen overeind moeten houden. En juist doordat we niet kiezen voor een stadsvorm, gaat nu elk culturele instelling zijn eigen weg inslaan. En op zich is dat goed. De bibliotheek met het Centrum voor Leren, Informeren en Beleven. Maar wij bruisen niet. Wij kunnen veel meer bruisen. Vindt u dat de gemeente dat dan moet betalen? Wij willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor onze stad hebben. Wij willen dat bedrijven naar ons toe komen. We zitten 20 minuten van het centrum van Den Haag en 20 minuten van het centrum van Rotterdam. Als u mensen buiten Zoetermeer vraagt wat vindt u van Zoetermeer, dan is dat vaak niet positief. En het is belangrijk, niet alleen voor de Zoetermeerders, maar ook voor buiten, dat wij een aantrekkelijke stad blijven. En dat blijven we alleen door hoogwaardig culturele voorzieningen. Westhoek van de SP, wat zou hier in Zoetermeer nou nodig zijn om echt dat bruisende gevoel tot stand te brengen? Ik denk dat we in eerste instantie moeten afspreken met z'n allen dat we vooral niet verder gaan bezuinigen. Want dat is de afgelopen 4 jaar door met name de collegepartijen. Tonnen is er bezuinigd op kunst en cultuur. Wat hebben we gezien? Een locatie van de bibliotheek in Zegwaard is gesloten. De CKC kwam in de problemen. Het Stadstheater kwam in problemen. Nou, hebben die bezuinigingen dan hun succes gehaald? Nou, volgens mij niet. Volgens mij moeten we in eerste instantie met elkaar afspreken. De komende 4 jaar gaat er niet meer bezuinigd worden op kunst en cultuur. Daar waar het mogelijk is, gaan we wel investeren. En gaan we het ook veel meer naar de wijken toe brengen. Mariette van Leeuwen is wethouder. Lid van dat college. Klopt, en ik zit hier vanavond namens de lijst Tilbrand-Nawijn. En ik wil heel graag zeggen... Maar een verleden. En ook een toekomst hier, mag ik hopen. Maar ik wil vooral zeggen dat we moeten koesteren wat we hebben in deze stad wat betreft cultuur. We hebben fantastische festivals, bevrijdingsfestival, Zoetermeer culinair, noem maar op. Daar mag nog veel meer in geïnvesteerd worden, want dat laat Zoetermeer bruisen. Maar laten we ook niet vergeten en niet altijd doen alsof we Calimero zijn. Want we zitten hier in een prachtige regio met Delft, met Leiden, met Den Haag, met Rotterdam. En een Randstadrail die ons overal naartoe brengt. En dat doen zij lekker al die dure culturele dingen. Een vloep en een zucht. Dus laten wij hier investeren in onderwijs, in goede sportvoorzieningen. En op die manier zorgen dat wij een aantrekkelijke stad zijn en blijven. Mevrouw van der Meer. Ik zit al een hele tijd te popelen. U zit te popelen, ik zie het. Ja, ik zit te popelen, want wij hebben juist een duidelijke keuze gemaakt. En die hebben we de afgelopen 4 jaar. En vraag het me aan die mensen hier op die voorste rijen. Hebben wij keihard gevochten voor alles wat we hadden. En waar de kinderen van Zoetermeer heel veel plezier van hadden. En wat wij geldverspilling vonden, dat was een architect inhuren voor een gebouw wat er niet kwam. Ja. Dat wil ik even heel goed rechtzetten. En wat dat betreft zijn wij aan 1 stuk doorgegaan voor laten we in deze economische zware tijden gaan voor wat we hebben. En als tegen die tijd dat het geld weer tegen de plinten klotst, we denken van wat zullen we nou eens doen, dan gaan we naar die nieuwe dingen. Maar voorlopig hebben we andere zaken die gewoon meer prioriteit hebben. De stelling is ook veel meer investeren. Wij zeggen niet bezuinigen. En Serious Request was hebben. Natuurlijk een leuk idee. Die en die willen we zeker halen, want dat is hartstikke goed voor de economie. Maar ze nemen een heleboel geld mee terug, maar goed voor een goed doel. Ron van Velen overal. Ja. Dankjewel. Ik zou eigenlijk 2 opmerkingen willen maken op de eerste plaats. Doe maar eerst 1. Ja, op de eerste plaats zei ik. Bezuinigen doen we niet. Dat willen we niet als opa zijnde. Uh-huh. Maar we vinden wel dat we even pas op de plaats moeten maken. Omdat we eerst willen weten hoe de WMO-wet zich uit gaat pakken. En gezien het feit dat ik keer op keer hoor dat we miljoenen tekort komen, denk ik dat dat de eerste prioriteit is om je stad levendig en bewoonbaar te houden. Daarna denk ik dat we moeten kijken of we budgetten vrij kunnen maken voor meer cultuur. Meneer Van Velen, dank u wel. Geef deze lijsttrekkers een hartelijk applaus. We zijn aan het einde gekomen van deze stelling. Goed zo. En dan ben ik benieuwd wat u allemaal vindt van deze discussie. Hoe u denkt over dit onderwerp, kunst en cultuur in Zoetermeer. Wat zegt Twitter, Sam? Ja, nou, de mensen op Twitter die zeggen veel meer investeren in kunst en cultuur. Dat is misschien niet helemaal het moment om dat te doen, omdat het nou eenmaal economisch niet zo lekker gaat. Wat ze wel zeggen, en dat is bijvoorbeeld Yvonne Bink, die zegt we moeten behouden wat we hebben en we gaan niet verder achteruit. Heb ik een paar keer ook gehoord hier. Precies, ja. Is ook hier gezegd. Dat betekent ook investeren, hoor, weer in het publiek. De interactie wat dat betreft is hier en ook op Twitter. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld
Ik ben ze kwijt, joh. Nou, maar is er nou bijvoorbeeld, zijn er nou veel mensen die zeggen, ik hoor het vanavond hier in deze discussie ook langskomen. Wij zitten tussen Delft, tussen Leiden, Rotterdam. We zitten overal vlakbij. Amsterdam is ook maar 40 minuten rijden. Doe niet zo moeilijk. Ga lekker ergens anders heen. Ja, nou, dat is het, grappig dat je erover begint. Want er zijn met name jonge mensen die dan over het evenementenbeleid hebben. En die hier zeggen, we moeten wel weg, want er is in Zoetermeer niks te doen. En dat moet je volgens mij ook niet per se helemaal op die manier willen. Dat je mensen wegjaagt naar elders, Delft, Den Haag en dat soort dingen. Maar dat er in de Zoetermeer ook wel iets te doen moet zijn natuurlijk. Tenminste, dat is wat de twitteraars dat zegt hier Twitter. Zeggen. Sam Tomper, dankjewel. Dames en heren, het is tijd voor een intermezzo. Wij hebben hier Sjaak Bral, de visie van Sjaak Bral op de Zoetermeerse politiek, op het debat en op het leven. Dames en heren, hartelijk applaus voor Sjaak Bral. Dankjewel. Dankjewel, dames en heren. Dankjewel, Zoetermeer. En goedenavond allemaal hier. En mensen thuis natuurlijk ook. Het is goed om hier te zijn in deze prachtige gemeente natuurlijk, Zoetermeer. En wat een discussie heeft u net gehad. Ik kom er zo direct nog even op terug natuurlijk, want ik wil daar toch graag mijn zegje over doen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik graag even met u, ik heb mezelf namelijk bij deze verkiezingen verklaard tot zelfstandig posterdeskundige. En wil ik wat posters doornemen van partijen in uw prachtige gemeente. En een van die partijen, laat ik maar eens bijpakken, dat is de lijstverbinding. Waar zie je dat vandaag de dag nog een lijstverbinding tussen de ChristenUnie en de SGP? En die hebben samen gezegd, wij geloven in Zoetermeer. En dat vind ik voor een christelijke partij een uitdagende slogan. Want je zou zeggen dat ze eerst ergens anders in moeten geloven. Maar blijkbaar is Zoetermeer de vervanging. En dat is prachtig. Daar ben u gefeliciteerd mee. Een mooie, duidelijke slogan. Dit is ook een op zich duidelijke poging om een mooie poster te maken. Dan met u en mevrouw, dat zien we. Maar we zien geen naam staan. Dat vind ik wel jammer. Staat er bovenaan? Oh, u heet Zo? Ja, we heten Zo. Oh, okay. Ik wist niet dat het uw naam was, maar het is mevrouw Zo uit Zoetermeer. Dan snap ik het. Prachtig. En sportief zijn we ook nog. Dat is helemaal mooi. Nou, dan eventjes nog een misser ertussendoor. Dat is namelijk het volgende. U weet natuurlijk, uit onderzoek blijkt van Maurice de Hond, dat meer dan ooit de lokale partijen gaan winnen bij deze verkiezingen. En wat doet D66? Die komen met een poster die in heel het land hetzelfde is. En bijna architectonisch in elkaar gezet. Hè? Het zijn bijna bouwblokken, het is bijna in beton gegoten. En nu vooruit. Klinkt wat wanhopig. En het impliceert ook dat we tot nu toe niet vooruit gingen, dames en heren. Tot nu toe gingen we achteruit in het landelijke beleid. En dat komt natuurlijk omdat het door D66 gedoogd wordt. Volgende poster nog eventjes dan. Van God naar beter. Goed... Nou, beter, dat doen we met de oranje strop, dat is van Mark Rozier. VVD heeft dit jaar een beetje moeite met slogans, zoals u weet. Hebben ze hier ook een van in Zoetermeer, praat je Zoetermeers, of hebben ze dat niet? Nee, dat doen ze niet. In ieder geval vind ik de slogans van de VVD dit jaar een beetje oudbollig. Nee, dan, het gaat om het beeld, dames en heren. Kijk eens naar weer een oranje stropdas, maar wat staat daarnaast? Die hele stropdas zien we niet meer. Die hele man zien we niet meer. Wat wij zien is een mooi lekker wijf, dames en heren. En dan ook nog totaal lokaal. Deze partij gaat groot winnen, kan ik u voorspellen hier in Zoetermeer. Dat kan haast niet anders. Als je tenminste de helft eraf haalt. Dan hebben we hier, en u mag zelf beslissen welke helft, het CDA. Keurige, duidelijke poster. De mens centraal. En dat dacht ook de lijsttrekker die zichzelf huizenhoog heeft afgebeeld op deze poster van het CDA. Prachtig. Maar de winnaar wat mij betreft in Zoetermeer, als het om de posters gaat, is deze poster, dames en heren, van de lijst Tom Lammertink, lijst nummer 10. En u vraagt zich af als u deze poster ziet hangen. Ik weet dat zombies heel erg in zijn op dit moment. Maar wie zijn die mensen? Het zijn twee onduidelijke mensen en een onduidelijk kind ook erbij hier met die ballon. Dat je denkt, we zijn trots op Zoetermeer en we gaan samen... Maar met wie ga ik verder dan? Met wie ga ik verder? Dat is mijn vraag. Het zijn twee leegschedels. Het is onduidelijk wie dit zijn. Dus Ton, dan moet je er even wat je best op nog doen. Waar is Ton ergens? Ik zag hem net ergens. Daar is die Ton. Had je eigen hoofd erin geshopt, Ton. En dan in dat andere hoofd een mooi lekker wijf. En dan was je er geweest. Dan was je er geweest. Ach. Ik ga zo direct een lied voor u aanleveren, maar ik wil nog even reflecteren op wat ik net hoorde, namelijk de discussie over de coffeeshops en over de cultuur. En de coffeeshops, natuurlijk erg interessant. Ik ben het eens met die mevrouw die hier zat, dat was u geloof ik, hè, die tegen de coffeeshops was, tegen dat gedogen en zo. Ik ben er ook ernstig tegen. Daar moeten we mee stoppen, dames en heren, met dat gedogen. Het is helemaal slecht. Drugs zijn slecht. Tenminste, als ze gedoogd worden.
Want wat mij betreft legaliseren we al die rotzooi. En gaan we daar gezellig heel veel geld aan verdienen met z'n allen. Er is helemaal geen drugsprobleem. Behalve als je er niet aan kan komen, dan heb je een drugsprobleem. En we lopen zwaar achter, is een achterhoedegevecht. In Amerika is de drugs in. In Spanje zijn de drugs in. In Bolivia zijn de drugs in. En wat gebeurt er als je drugs neemt? Nou, die meneer zei het net keurig. Wat word je dan? Je wordt high. Nou en? Als je drinkt, word je bezopen. Nou en? Het hele genotsmiddel. Ik zeg, laat het alsjeblieft toe. En je kan ook zeggen, we nemen helemaal geen coffeeshop. Vind ik ook prima. Dan komen ze allemaal naar Den Haag. Dan pakken wij het geld. Vind ik ook goed. Het maakt mij verder niet zo heel veel uit. Je moet dat zelf weten. En het stomme is dat het geld dat je zou besparen als je die drugs legaliseert. Aan al die overlast, al die illegale wietteelt en al die ellende die je hebt in de stad. En de overlast, mensen hebben er heel veel last van. Dat geld kan je natuurlijk geven aan de cultuur. Dat hou je over. Dat hou je over. En dat kan dan naar de cultuur. En daar wil ik het dan even over hebben. Natuurlijk in de vorm van een lied. Wat ik graag samen met u aan wil heffen. Want het gaat ook om cultuur, dames en heren. En ik vind het heel raar. Die discussie net kreeg een heel raar, een beetje een eng randje zelfs. Alsof cultuur iets is waar je alleen maar op kan bezuinigen. Daar moet je vanaf. Dames en heren, als je bezuinigt op cultuur. We hebben het in het verleden gezien. Dan creëer je lege mensen. Mensen die niet meer nadenken, denken van dat zo goed. Want cultuur laat ons zien wie we zijn of wie we zouden moeten zijn. En als je bezuinigt vervolgens, wat we nu ook zien gebeuren natuurlijk, op bijvoorbeeld het onderwijs, dan creëer je domme mensen. En daarna gaan we bezuinigen, dat zie je ook gebeuren, op de zorg. En daarmee krijg je zieke mensen. En die lege, domme, zieke mensen, die hebben niks meer om voor te leven. Die denken van, nou, het zal wel goed wezen. En we krijgen een situatie zoals we nu af en toe al hebben, volgens mij. Alsof we in de nadagen van Rome zitten. En we krijgen een situatie waarin mensen ontevreden zijn, rare dingen gaan doen. We krijgen actie, we krijgen misschien wel eens een oorlog. En het rare is, na die oorlog zijn er drie dingen waar mensen dan het meest behoefte aan hebben. Dat is cultuur, onderwijs en zorg. Ik geef het u even mee als we over pijn zien. Dat gezegd hebbende, ik zei het al, ik vind het fantastisch dat u hier met z'n allen bent om uw hart te maken voor de politiek. Want laten we wel wezen, je kan erover lullen, maar je moet er natuurlijk eigenlijk gewoon wat aan doen. En dat heeft u met z'n allen besloten om te gaan doen. En vandaar dit loflied op de politiek en op de mensen die gaan stemmen. Er zit een klein meezing dingetje in, dus ik denk misschien is het leuk om dat eventjes te repeteren. Maar een klein dingetje, u moet ook gelijk mee kunnen zingen natuurlijk. Dus het is yo. Dat zal toch wel lukken, hoop ik. Het gaat als volgt. Yo, 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 yo. Allemaal. Yo, 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 yo. En dan nog een derde keer erachteraan. Yo, 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 yo. Prachtig. Het komt 65 keer voorbij het liedje, dus dat zal wel lukken denk ik om het te doen uiteindelijk. En zing dat maar uit volle borst mee, zo direct. Het eerste couplet. Ome Jan wil er niet aan. Tante Greet heeft nog geen weet. Maar de buren, die hebben al beslist. En ook Ali en zijn vrouw weten het nou. Ach, de een is zeker en de ander gist. Jongens, door de hond of de kat gebeten. Het maakt allemaal geen flikker uit. Ze doen toch wel wat ze willen met mijn geld. Maar ik denk niet zoals jij. Blijf maar thuis, dan ben ik blij. Omdat mijn stem dan dubbel telt. Het leven is niet alles wat je wil, maar het is alles wat je hebt. Elke dag een lach en af en toe een traan, dat is het beste recept. Daar komt ie! Yo, 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 yo. Is dat zo moeilijk? Yo, 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 yo. En nog één keer. Yo, 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 yo. Prachtig. Kleine mensen op kleine plaatsen die kleine dingen doen. Daar verander je de wereld met gemak, met elkaar en met fatsoen. Kleine zaken die je raken, niet dat grotere geheel. Dat vliegt je naar de keel. Kijk er niet te lang naar. Je kijkt schil. Haal nou gewoon eens even lekker adem. Oh. Voel dat leven, dat bruisende geweld. Maar denk je niet zoals mij. Blijf dan thuis, ben ik blij. Omdat mijn stem dan dubbel telt. Het leven is niet alles wat je wil.
maar het is alles wat je hebt. Elke dag een lach en af en toe een traan. Dat is het beste recept. Nog één keer met z'n allen. Yeeha! Yo, 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 yo. Ja! Yo, 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 yo. En de laatste keer nog één keer. Yo, 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 yo. Hartstikke goed. Dankjewel. Sjaak Bral, dames en heren. Sjaak Bral was dat. Fantastisch, leuk. Misschien een beetje, nou ja, oké, goed. Iets om over na te denken.